1480, dan is dat net op zijn end. De 100-jarige oorlog, maar de slag bij Azincourt, waar ik eigenlijk net over sprak, ja, dat is 1450. Ja, in die slag niet. Nee. Het is als je oh ja, omdat dit ook dan een beetje wordt steeds populairder, aangezien het slaan op bepaalde onderdelen van het lichaam niet echt veel zin heeft. Nou, dat voelt hij niet. Niks van de hand. Bijna niet. En daarom wordt het zwaarder wat scherper, wat spitser, zodat we alle gaatjes kunnen vinden die aan de zijkant is om. De draadje zit heel charmant, links van mij, rechts van jullie. Daar zijn we heel blij mee. Ja, want uitdroging is een van de meest voorkomende oorzaken. Ja, eigenlijk dingen die gebeuren op de veldslag en dan val je letterlijk neer. Je ziet het nooit in films, maar net waar ze er wel. Wat je ook zult zien is dat het vecht dat wij doen lijkt niet op het vecht in de film.